Op de 9 maandenbeurs. Het schijnt om je baby in slaap te krijgen dat het een tijdrovend karweitje kan zijn. En als ze dan eenmaal slapen, dan blijf je als ouders nog echt alert. Maar hoe kan je dat voorkomen? Ja, dat klopt. Soms ben je echt uren aan het sussen en aan het wiegen en aan het zingen. En als je dan eenmaal slaapt, ja, dan ben je nog steeds eigenlijk aan het luisteren. Wat hoor ik nou wat? En ik wil eigenlijk wel eens weten of een deskundige hier tips voor heeft. Ik ook. Erik, heb jij nou een tip voor ouders die spastisch altijd op een babyfoon kijken? Nou ja, goed. Tip 1 is: schakel nooit je vader- en moedergevoel uit. En dan kan een babyfoon daarbij bij helpen. Dat zeker. En wat is nou de nieuwste gadget eigenlijk? De allernieuwste is deze. Dat is de DBX 111. Het leuke daarvan is dat daar een projector in zit. Dat dus, is wat je hier ziet? Ja, dus hij projecteert allerlei sterren, maantjes en planeetjes op het plafond. En dat vinden kindjes heel leuk om naar te kijken. Maar daar wordt je kind toch juist wakker van? Die wil het allemaal zien. Ja, dat willen ze juist kijken. Maar het is juist fijn om je kindje eventjes wat rustig te maken in het begin. Dan na een kwartiertje schakelt hij automatisch uit en is je kind mooi rustig en kan hij mooi rustig gaan slapen. Maar zit hier dan ook een muziekje op? Ja, er zitten verschillende muziekjes op. Dus je kan op een gegeven moment je favoriete muziekje uitkiezen voor je kind. En het is een dekbabyfoon, dus 100% storingsvrij. Oh, dus wij horen geen baby van de buren er doorheen. Nee, geen baby van de buren. Maar kan je ook naar je kind kijken? Nee, dat is bij deze niet. Dat is een geluidsbabyfoon. Daar hebben we natuurlijk wel beeldbabyfoons. Ja, die zijn er natuurlijk ook wel. Zijn er zeker. Ja. Nou, ik vind het wel handig, moet ik zeggen. Super, dankjewel. Okay. Nou, ik moet er wel een aanschaffen, hoor, jij.